Ja, we zien je veel op kop rijden in deze Dauphiné. Ik denk dat we met heel de ploeg veel van voren rijden. We hebben elke dag wel iets om voor te rijden. Voor het klassement of voor de rit met Wout natuurlijk. Dus dan moeten we ook veel werk doen. Hoe is het conditioneel met jou? Goed. Ik ben goed van trainingskamp teruggekomen en ik voel me goed. Eigenlijk ben ik wel tevreden over hoe ik er nu voor sta. Een dikke week geleden kwam het bericht naar buiten dat je voorlopig nog niet in die Tour selectie zit, tot pas 3 renners zeker zijn. Voor ons was het een beetje een schok, want we gingen er eigenlijk automatisch vanuit dat jij erbij zou zijn. Ik ga er zelf ook nog wel vanuit dat ik erbij ga zijn, maar de ploeg maakt uiteindelijk de beslissing. Het is aan mij om te laten zien dat ik deze week gewoon de conditie heb om mee te gaan naar de Tour. En daarvan van hulp te zijn voor de ploeg. Vooralsnog maak ik me daar niet heel veel zorgen om. Maar het is toch niet dat jij je deze week nog moet bewijzen? Nee, ik denk dat niet de insteek is van de ploeg ook niet. Ze weten wat ze aan me hebben. En ze weten ook... Dat ik in een wedstrijd groei, dus we gaan deze wedstrijd gewoon in om deze te proberen te winnen met Primoz. En zoveel mogelijk ritten met Wout. En dan na deze koers dan zullen we wel zien wat de ploeg uiteindelijk echt beslist. Maar ja, wat ik zeg, ik maak me niet al te veel zorgen dat ik er in juli niet bij ben. Je keek niet vreemd op toen dat bericht naar buiten kwam? Voor mij veranderde dat niet zoveel. Kijk, wat ik net zeg, de ploeg maakt uiteindelijk de selectie. En ze zeiden ook, de voorbereiding blijft gewoon hetzelfde. En als er niks geks gebeurt, dan zal er ook niet heel veel veranderen aan de zaak. Dus voor mij deed het niet zo heel veel. En deze Dauphiné ga je in dienst stellen van Roglic en Vingegaard? Ja, zeker. Het is een beetje een voorbereiding op de Tour ook. We rijden samen met die jongens die voor het klassement gaan, Primoz en Jonas. En met Wout erbij nog een uitdaging voor de rit en het groen. Dus dit is een goede generale voor richting de Tour. We vergeten af en toe gewoon dat het pas 3 jaar geleden is dat jij derde in de Tour was, hè? De tijd gaat snel, hè. Er gebeurt veel ondertussen. Voor mij is het ook gewoon persoonlijk te hopen dat ik dat niveau haal. En ik denk dat ik er ook dicht tegenaan zit. Alleen met zulke renners in de ploeg weet je ook dat je rol iets anders wordt. Maar ik hoop me wel positief te onderscheiden nog dit weekend hier in Dauphiné. En zeker ook in de Tour waar het op de zwaardere etappes aankomt. Dan zal ik me bij mijn beste niveau moeten laten zien. Dus we gaan de Steven Kruijswijk van 2019 weer zien? Ik hoop het wel.